Vorige week konden jullie een mening geven over de stelling: kinderen moeten financieel niet verwend worden. Maar liefst 75% is het hiermee eens en 25% niet. Deze week wordt er weer druk gediscussieerd over een nieuwe stelling. Ouders brengen steeds meer tijd door met hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek naar gezinnen. Moeders besteden de meeste aandacht aan hun kinderen. Moeders steken namelijk bijna 14 uur per week in zorg en opvoeding, terwijl vaders dat maar zo'n 6 uur per week doen. Is dat prima of zouden ouders evenveel aandacht aan hun kinderen moeten besteden? De stelling is: vaders moeten evenveel tijd aan de kinderen besteden als moeders. Ik ben het er niet mee eens mijn moeder heeft heel veel tijd voor me en mijn vader heeft het druk op zijn werk en de aandacht die mijn vader geeft is heel erg goed. Ik ben het er mee eens, want ik vind het leuk om met mijn moeder leuke meisjes dingen te doen en met mijn vader jongens dingen zoals vissen of voetballen, want dat vind ik ook nog steeds leuk. Ik ben het er wel mee eens, maar mijn vader heeft het heel druk, maar alsnog geeft hij mij wel veel aandacht. Ik ben er evenveel als mijn moeder, misschien nog wel meer. Ik ben het er niet mee eens, want mijn vader verdient veel geld voor ons. Mijn moeder heeft altijd tijd, want ze werkt niet. En ik kan altijd leuke dingen met me doen. Ik ben het er wel mee eens, want ouders moeten evenveel aandacht aan een kind besteden. Dat is wel zo geëmancipeerd. Heb jij ook een mening? Ga dan naar onze Basta Hive, want jouw mening telt.